echt heel hoog. Had ik al verteld dat ik hoogtevrees heb? Heb je last van? Of? Ik heb heel erg hoogtevrees. Ja, heb jij daar geen last van? Nee. Nee? Ik heb wel een gezonde schrik, hoor. Ja? Ja, je mag niet roekeloos worden. Hè. Je moet veilig blijven en vasthouden. We staan nu 70 meter hoog. En ik keek net even naar beneden. Voel je je wel helemaal lekker om dit te gaan doen? Ja, het roept mee. Echt waar? Ja. Ja, echt waar. Ik word er heel vreselijk door aangetrokken als ik een groot object zie of... Of iets om extreme dingen af te doen, dan is het allemaal heel, heel aantrekkelijk. Maar wat roept jou dan? Wat voel je dan? Ja. Wat wil je dan? Kicken, adrenaline wil ik. En je gaat op dit kleine dingetje? Ja, hier, dit heb ik gekregen van Gijs en hier gaan we het doen. Ja. Dan gaan we dat is ongeveer mijn maat, hè? Ja. Komt er ergens, weet je wel, zit hier een verborgen parachute of zo? Echt maar, je bent gek, man. Doe het nou niet, doe het even normaal. Ja, maar dat is leuk om ermee te spelen, hè. Ja, maar wat is er dan zo leuk? Maar wat is normaal voor jou? Gewoon thuis... Nou, niet hier boven staan. Met de auto naar hier komen wel. Dat is normaal voor jou. Ja. En dan sterven elke dag zoveel mensen in het verkeer en je doet het elke dag terug. Waarom? Omdat je moet geld verdienen, ja. Dat is misschien het belangrijkste of nodig in het leven. Maar ik vind het toch ook heel nodig om plezier te hebben. En als het dan even gevaarlijk is als het verkeer, dat maakt mij niet uit. Want als ik ga sterven voor mijn werk, dan kan ik even goed hetzelfde doen voor mijn pleziertje te hebben. Met mijn ontspanning na mijn werk. En ja, dat maakt me gelukkig. Dus, en nou is hij twee keer uitgesteld, hè? Gisteravond en vanochtend. Ja, het zit gewoon niet mee hier. Hè? Want waar letten we nou op? Want het waait nu best hard. Ja, het waait verschrikkelijk hard. Ja, de wind is het belangrijkste. Als het nu een beetje regent of dan maakt het allemaal niet uit. We hebben laars aan en zo. Dus, het is allemaal een vettige bedoeling soms, een zwarte cross, na gelang de regen of de zon. Maar ja, dat pakken we er allemaal bij. Het is echt, ja, die kutwind. Zondag, laatste dag Zwarte Cross. Ja. Hoe is het tot nu toe gegaan? Nou, gigantisch. Het weer is goed. De sfeer is zoals altijd dik in orde. En het is zo ontzettend druk dat we al vrij vroeg de poort hebben dicht kunnen doen met een badje vol. Helaas, volgend jaar meer succes. Vandaag lopen hier dus 65.000, maar jullie hebben over alle dagen wel een record aantal behaald. Vorig jaar zaten we op iets meer dan 100.000. En ik weet de officiële cijfers nog niet, maar ik schat dat we nu... toch zeker wel richting 120, misschien wel 130.000, misschien nog wel meer. Ik weet het eigenlijk niet precies, maar in ieder geval een gigantische stijging. Hoe voel je je dan? Nou, dat is eigenlijk een beetje onwerkelijk bijna. Ik had het gistermiddag al, dat het zo ontzettend vol stond, het festivalterrein, smiddags. En nou, dat is prachtig ook. Dan heb je het ook mooi verspreid. En dan eigenlijk klopt dan het plaatje, zoals je het zelf eigenlijk in je hoofd hebt, dat klopt dan ook eigenlijk. En iedereen zie je lachen en genieten en denk je, nou, daar doe je het voor. Dat kippen wel. Ongelooflijk. Maar waar wil je nou volgend jaar gewoon heen? Wat willen jullie nou doen? Wat... Als het nog zo populair is? Nou ja, kijk, het is natuurlijk helemaal fantastisch als je 3 dagen uitverkocht bent. Maar we hebben gisteren alweer zo'n enorme groei doorgemaakt. Ik dacht dat we rond de 45.000 bezoekers zaten. Dat is ook alweer veel meer als vorig jaar. En de vrijdag was minder druk, dus daar zit nog de groei. Maar niet in omvang. Het is niet zo dat het terrein nog weer dubbel zo groot wordt of zo. Dat hoeft ook niet. Nee, maar volgend jaar misschien een nog spectaculairdere stunt. Dit jaar was er een sprong van 70 meter. Alhoewel sprong...
Ja, nou ja, kijk, het is gewoon onmogelijk. Je kunt, het bestaat niet dat iemand met een crossmotor een sprong kan maken van 70 meter zonder te overlijden. Dus we moesten toch... En dat vonden jullie dan ook weer lullig voor die jongen? Het is een sneu en dan moet je zoveel stuntmannen inhuren en zo gek zien te krijgen. Dus dat lukte niet. Dus vandaar die parachute. Nee, het is natuurlijk mooi en we hebben daar vreselijk om gelachen natuurlijk. En ook om moeite gehad om stil te houden, want iedereen die vond zich natuurlijk af. Ja, hoe gaat hij dat nou doen? Maar dat kan toch helemaal niet? Maar ja, dat is ook juist de bedoeling. En nee, was goed. Mooi.